ben Jeff Luiten, coach bij Cycling Vlaanderen en ik ga jullie vandaag 5 tips uitleggen om te kunnen mountainbiken. Bochtentechniek, superbelangrijk in mountainbiken. Wat gaat je vooral doen, is dat je eigenlijk sneller uit een bocht komt dan dat je de bocht ingaat. Hoe ga je dat doen? Natuurlijk voor een bocht voldoende remmen, dat je de juiste snelheid in een bocht kunt hebben en dat je er zo sneller kunt uitkomen. Drop of jump is eigenlijk heel belangrijk in de moderne mountainbike. Als ik er ga opzetten en ik kom aan, moet ik gewoon enkel zien dat ik mijn fiets een beetje vooruit steek. Dat ik met mijn 2 wielen tegelijk land. En dan heb je dan de ideale landing. Wat ik eerder al zei, bunny up super moeilijke techniek. Hoe je dat op kunt bouwen, is eigenlijk als je komt aangereden, eerst je voorwiel erover hebt. Als je voorwiel erover is, trek aan je pedalen, dat je achterwiel erover is. En dat je wegrijdt. Oké, het klimmen en het schakelen. Ook heel interessant bij het mountainbiken natuurlijk. Is dat je op een hele steile klim een juiste versnelling zoekt. Dus niet te licht, niet te zwaar. Te licht gaat je je fiets kunnen overtrekken. Te zwaar gaat gewoon je versnelling niet meer rondkrijgen, gaat je ook niet boven geraken. Belangrijk is dat je voor de klim schakelt en nooit tijdens de klim. Lijnkeuze en aanpassen aan het terrein is ook super belangrijk in de mountainbike. Dus je gaat altijd goed je lijn moeten lezen, dus op voorhand goed vooruitkijken, zodat je weet wat er komt. En ook als je hier een put hebt, gaat je meer induwen. Als je uit de put komt, gaat je meer uitduwen, zodat je fiets lichter wordt. Ook als er wortels of rotsen zijn, gaat je mooi een rechte lijn kiezen en gaat je nooit op een moeilijk stuk beginnen draaien en keren. Evenwicht, misschien wel iets van het belangrijkste in de mountainbike. Dat is de basis van alles. Veel manoeuvres doen eigenlijk vanuit stilstand. Like een surplace of op paletten of op boomstammen springen. Dat is eigenlijk super goed voor uw algemene techniek. De wheelie is niet alleen voor de show, dat is ook gewoon heel goed voor uw evenwicht. Als we een wiel gaan trekken, gaan we echt het evenwicht moeten behouden door te sturen met onze knieën eigenlijk. En natuurlijk niet met stuur, want dat gaat nergens toe leiden. Dus je gaat echt je lichaam met mooi in evenwicht zijn om je wheelie gewoon te kunnen doen.